Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Ellie en wij gaan naar camping De Lakens in Bloemendaal. Ja. We wilden er eigenlijk al een tijdje naartoe, maar het kwam er steeds niet van, want hij zit steeds vol. Ja, het is heel druk, maar nu was het weer heel rustig, wat ik weer heel gek vind. Ja. Maar, Maar we hebben een plekje kunnen krijgen. We staan midden in de duinen. De camping ligt aan het strand, dus je loopt zo vanuit je caravan naar het strand toe. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb zin om uit te waaien. Ja, dat hebben we pas nog gedaan. Maar... ja, de laatste keer zijn we ook naar het strand geweest. Of zaten we in Noordwijk. Dus toen waren we ook al aan het kamperen aan de kust. En nu weer, dus ja. Ja, maar dat is ook een beetje gekomen omdat de caravan hier staat. Staat. Want... nou ja, onze stopcontacten zijn er eindelijk in. Eindelijk, ja. Ja. Dus, en dat laten we straks zien natuurlijk. Ja, en onze kraan is gemaakt, dus dat is ook top. Maar de sierstrip is nog steeds niet gemaakt, maar dat wisten we, want de onderdelen daarvan zijn moeilijk leverbaar. Dus waarschijnlijk brengen we hem in het voorjaar, volgend jaar, weer een keer naar de klerk en wordt dat ook gerepareerd. Maar voor nu zijn de stopcontacten geïnstalleerd. Dus we hebben er gewoon 4 stopcontacten bij. Heerlijk. Echt lekker, ja. Dus wij gaan snel die kant op. En dan zien jullie ook die stopcontacten. Ja, en dan gaan we schoonmaken. Want alles is zaag. Het is wel een beetje smerig. Maar ja. Nou ja, oké. We gaan rijden. Rijden. Zij. Ja, zaagsel. Zaagsel. Vieze mannetjes. Mensen, we staan op onze plek op camping De Lakens. Ze staan gewoon midden in de duinen. Op de achtergrond hoor ik het circuit van Zandvoort. Maar het plekje is heel mooi. We staan in een soort hoekje. We hebben hem dwars neergezet. Eigenlijk geen idee waarom, maar dat leek ons de beste positie voor de caravan. We moeten de pootjes nog uitdraaien, nog uitpakken, alles installeren. We hebben eigenlijk nog niets gedaan. We kwamen hier rond 3 uur aan en toen dachten we, ja, we gaan eerst even wat eten. Dus dat hebben we nu net gedaan. Dus de buikjes zijn vol en dan kunnen we nu gewoon lekker overstapelen. Maar, zoals jullie weten, dat hebben wij net verteld... wij hebben nieuwe stopcontacten gekregen. En ja, je kunt wel een beetje zien dat er ingewerkt is. Dus er ligt wat zaagsel en wat restjes van elektriciteitskabeltjes en zo. Dus wij zijn hem eigenlijk een beetje aan het, fatsoeneren. Hoe zeg je dat? Een beetje aan het schoonmaken voordat we de spullen overhevelen. We hebben net bijvoorbeeld eventjes de kussens uitgeklopt. Want die zaten ook onder de houtsnippers. Ik weet eigenlijk niet. Dus dat hebben we er even afgeklopt. Maar op zich valt het mee hoor. Want ik had het eigenlijk erger verwacht. Dus op zich valt schade mee qua rommel. En weet je, we hebben er nu stopcontacten. We hebben er nu stopcontacten voor terug. En daar zijn we echt super blij mee. We hebben gewoon 4 stopcontacten erbij. Ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen. Want... ja, wij hadden natuurlijk maar 2 stopcontacten. Dat is best weinig.
En ja, nu kunnen we gewoon stekkers erin laten zitten. Bijvoorbeeld op, bij het keukentje, zoals van de melkopschuimer en het koffie de waterkoker. Hoeven we niet steeds die stekker er weer uit te trekken. Lukt het? Ja. Ja? Ja, ook allemaal stukjes ijzer. Ijzer? Nee. Oh. Nou mensen, ik zal het jullie eventjes laten zien. Kijk, hier zijn twee stopcontacten bijgekomen. Dat zijn die twee, want dat is een, daar zat al een stopcontact en die twee zijn erbij gekomen. We wilden ze eigenlijk precies hiernaast gehaald hebben, maar dat kon niet, want hierachter zit een installatie. Nou ja, er zit iets waar niet doorheen geboord kon worden. Dus nu is het ook prima zo. Ik vind het eigenlijk niet eens storend. Ook niet. En hierboven, hier zit ook een stopcontact bij. Hier zat al een USB-aansluiting. En daar boven Nelly haar plekje, daar zitten ook twee stopcontacten. En daar zat er eentje. Ja. Dus jullie kunnen wel begrijpen dat wij mega blij zijn. Maar, wow, er komt nu wat binnen. Een tap. Kijk dan. Wat gaaf. Oh, wij gaan straks echt even een rondje over deze camping lopen, want het is een hele grote camping. Ook toen wij hier aankwamen rijden, zei ik tegen Nel, komt hier ook nog een eind aan? Of, dus het is echt een hele grote camping. En volgens mij staan er ook best wel wat bijzondere kampeermiddelen. Nou ja, wij staan sowieso op 8,39, dus ja. Nagaan. Ja, wij staan, Nelly zegt, we staan al op 8,39, dus dan kunnen jullie eigenlijk wel een beetje nagaan hoeveel plekken hier wel niet zijn. Maar wat wilde ik nu ook nog even zeggen? Oh ja, wij hadden net de caravan opgehaald en toen die meneer, die ging ons helpen van de caravanzaak, van de klerk. En toen vroegen wij zo van, ja, hebben jullie die kraan ook nog gemaakt? Ja, hij zegt, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van af, want ik heb deze caravan niet gerepareerd. Maar ik ga even degene opbellen die dat wel heeft gedaan. En jammer genoeg was die kraan toen nog niet gemaakt. Maar die meneer die was zo lief, want die zag aan onze gezichten dat wij natuurlijk best wel een beetje baalden daarvan. En toen zegt die meneer, weet je wat, rijd de caravan even de werkplaats in en dan maak ik die kraan voor jullie. We hebben het al vaker gezegd, de service van de klerk is echt heel goed. We hebben het nu ervaren. Kijk, dat de onderdelen niet leverbaar zijn, daar kunnen zij ook niks aan doen. Maar qua service en qua behulpzaamheid zijn ze echt wel heel, heel goed. Oké, uitladen maar. Zoals jullie zien staat die auto nog bomvol. De koelbox moet er nog uit, de weekendtas. En we hebben hier nog wat computerspullen staan. Dus wij zijn nog wel eventjes bezig. Zo, de spulletjes staan in de caravan. De auto mag je hier bij je caravan laten staan, dus dat is wel heel mooi. En nu ga ik eventjes rustig het plekje laten zien aan jullie, want ik heb het nog niet helemaal goed laten zien, maar dit is dus waar wij staan. Ja, hier is het rustig. En dan hier staat de caravan en twee campers. Ja, met uitzicht op de duinen. Je staat gewoon echt midden in de duinen. Zo gaaf dit. Er komen ook best wel veel campers en caravans nog binnen. Ze rijden eigenlijk allemaal daar naartoe, dus ja, geen idee hoe groot dit is, maar ja, ik zie daar ook nog allemaal caravans staan en een sanitair gebouw zie ik ook nog in de verte. Dus ja, het is echt heel groot. En dit vind ik altijd zo'n mooi gezicht, zodat dat eitje net boven de duintopjes uit, vind ik echt heel leuk. Nelly gaat water halen. Nou, dan gaan we gelijk eventjes kijken hoe dichtbij dat is. Op de plattegrond stond dat druppeltje best wel dichtbij, dus oh, kijk. Ideaal dit.
En daar is het sanitair gebouw. Plus vuilnisbakken zie ik. Dus we hebben eigenlijk alles binnen een handbereik. Weet je wat je nou vaak op campings hebt? Kranen met een tuinslang eraan. En dat vind ik zo vies. Oh ja, op de vorige camping de vorige twee campings hadden wij watertappunten en daar zit dan zo'n waterslangetje aan. Maar ja, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nelly, ik weet het ook niet dat je tuinslang kan drinken. Nee, dat is niet echt hygiënisch. Er gaan bacteriën in zitten. Kijk dit dan, hier zijn gewoon nog bramen. Ja, prachtig hier. Oké, voor de eerste keer het stopcontact gebruiken. Hop. En hop. En dan hebben we er gewoon nog eentje over. Nou, dit is geweldig. Een lekker bakkie met speculaasslof. Het is er weer tijd voor. Eindelijk. En dat vind ik het lekkers aan de winter. Speculaasjes en... Ja, wanneer dit weer in de winkel ligt. Oh, dat is zo lekker. Pepernoten, speculaasslof. Gewoon marsepein vind ik ook erg lekker. Mm-hmm. Maar dit is jouw favoriet. Ja. Die bij jou niet. Dus dit is de eerste keer dat wij speculaasslof eten. Het komt wel steeds vroeger in de dit winkels. Jaar. Ja. Ja, daar sta ik ook steeds van te kijken. Dan denk ik van, hè? Dan zie je in september bijvoorbeeld al... En loop je al, nou in je korte broek? Ja. Dat vind ik wel een beetje gek. Wij hebben de koffie op en wij dachten, we gaan lekker even naar buiten toe. Want het is inmiddels droog. Nog een tap. Ja, dit is niet normaal. Maar wij lopen dus gewoon echt, 100 meter vanaf onze caravan. Twee taps tegen het lijf. We lopen nu naar eentje toe. Dat is deze. Wauw. Kijk even, hier staat gewoon een ei. Een eitje. Leuk plekje ook zo. Ja. Heel leuk. Dus, dit is nummer 1. Het is wel een gezelliger plekje als ons, vind ik. Zo even met dat straat. Met een laantje, inderdaad. Ja. Het is net even wat speelser. Oké. En hier hebben we nummer 2. Superleuk dit. Heel leuk. Hier staat ook een hele gave... kampeerbus, een oude brandweerauto. Kijk even. Gaaf, man. We zijn inmiddels iets verder beland op de camping. En wij komen hier bij een veldje aan en daar hebben ze gewoon een trampoline. Ja, en een zandbak. En een zandbak, ja. Ik denk dat dit echt speciaal voor kinderen is. Ja. Of jij moet ook een keer met de trampoline en een zandbak willen. Ja, lijkt me wel heel leuk. Hier hebben ze ook gewoon een sauna. Butterkop sauna. Oké, nou, ben benieuwd. Wat mij ook opvalt is dat er heel veel vogeltjes zijn. Kijk, ja, jullie zien het misschien niet, maar... Elk moment als je naar buiten kijkt vanuit de caravan zie je gewoon vogeltjes. Dus er zijn er zoveel hier. Nou, dit is een sanitair gebouw. Het zijn wel hele ruime sanitair gebouwen, zie ik. Ik heb geen idee. Ik zie geen sauna. Nou ja... Mensen, er is hier wel een wellness. Ja, je kan hier wel wellness doen. Ja. Sauna, wat heb je nog meer? Nou, volgens mij kan je ook schoonheidsbehandelingen en zo. Massage heb ik ook voorbij zien komen. Dus als je last hebt van je nek of van je rug. Nou, dat heb jij. Dat heb ik, maar ik hou niet van masseren dus. Of van een massage, dat vind ik niet zo lekker. Maar je kunt je dus laten masseren hier. Ja, dat heb ik eigenlijk buiten Kroatië om. Nog niet eerder meegemaakt op een camping. Nou, wij gaan even op zoek naar de Spar. Naar het winkeltje. Spar. Spar. Ja, ik dacht dat ik een Spar had gezien, maar nu twijfel ik. Nu begin ik te twijfelen. Oh.
Ze hebben hier ook een sportschool. Hij is nu gesloten, maar ik zie hier wat fitnessapparatuur staan. Dus huisregels fit en zenzone. Oké, nou. Genoeg te doen hier. Oké, ik had het dus net toch goed gezien. Daar is dus een spar. Daar gaan we nu eventjes naartoe. En hier is een restaurant. Gestrand. Ja hoor. Wij hebben een vlieger gekocht. Nou, we hebben de duurste meegenomen. Een rhombus. De duurste van die winkel. Ja, dit was de duurste inderdaad. En in de hoop dat hij het langst, of langer leeft dan die vorige. Ja. We gaan ervan uit dat deze iets langer leeft. Maar die andere die was ook veel goedkoper. Dus ik ga ervan uit dat dit betere kwaliteit is. Kijk, hier zijn we beland bij de laid-back shacks of zo. Achter mij, dat zijn dus huisjes. Die kun je ook huren. En dan zie ik hier nog van die koepels. Geen idee hoe dit heet. Lijkt wel een iglo. Oh, hier staat het beschreven. Zo'n koepeltje heet dus Beach Dome. En dan heb je nog zo'n Airstream. Die gaan we ook even opzoeken. En die huisjes, dat zijn laid-back shacks. En dan heb je ook nog backpack shacks. Oké. Nou, dan gaan we eventjes op verkenning. Dit zijn dus ingerichte tenten. En dat zijn dune lodges. Ziet er erg leuk uit. Ja, volgens mij zit er ook een airco in. Want hierachter staat een... Oh ja, er zit ook een airco in inderdaad. Ja. Ze zien er echt superleuk uit. Ja. Ja, dit is toch ideaal als je met kinderen bent. Dan hoef je eigenlijk alleen maar je kleding mee te nemen en de rest staat er gewoon al. Ze zien er gezellig uit hoor. Ja. Deze staat ook wel op een heel leuk plaatsje. Een picknicktafel erbij. Ja, gezellig dit. Oh, en dit zijn die Airstreams. Ook gaaf. Retro trailers. Die zijn ook best groot. Ja. Ook wel leuk met die schaduwdoeken ervoor. Ja, heel leuk. Maar, wat gaan wij doen? Wij gaan naar het strand. Wij gaan eventjes die wraps in de caravan neerleggen. Nee, die zitten in mijn tas. Oh, die. Oké. Nou, dan gaan we eigenlijk nu gelijk naar het strand. Ja. En dan gaan we de vlieger testen. Op het strand. We gaan eventjes een plekje uitzoeken om de vlieger klaar te maken voor gebruik. Want er moest het een en ander nog geknoopt worden met touwtjes. En nou ja, die meneer die zegt, jullie moeten even goed lezen, want er zat een gebruiksaanwijzing bij. Dus wij zoeken even een plekje op waar het niet waait. Nou, dat is hier. Ja? Ja. Wauw. Profi. Nou, dit is net zo'n ding als de vorige keer. Ja. Ja, deze ziet er inderdaad hetzelfde uit. Ik denk zomaar dat dit ook zo scheurt. Maar we gaan niet vooraf al beginnen met... Nou, dit is dezelfde. Ja, daar lijkt het wel op, hè? Ja. Oké, nou, we gaan hem even klaarmaken en dan zien jullie het zo meteen. Nou, hij doet het. We hebben hem gemaakt. Of die touwtjes eraan. En het gaat goed. Hij is één keer gevallen, maar hij leeft nog. Oh.
Oké, ik heb net even gevliegerd. Hij doet het best goed. Hij is nu wel gevallen, dus ik ga hem eventjes de lucht in gooien en nu gaat Nel. Maar ik zie al dat het stokje nu ook... Even kijken hoor. Kijk, dit stokje, dat gaat hier op een gegeven moment, dan laat dit los. Dus dat doen we er even in natuurlijk, anders doet hij het helemaal niet. Zo, dat zit erin. En dan gooi ik de vlieger de lucht in. Nel staat daar klaar. Daar. Even kijken hoor. Nou, daar gaat hij om mensen. 1, 2. Hoppa. Nelly kwam net op een geniaal idee. Een lekkere radler gekocht. En een passie bitterballen. Lekker. Lekker man. Oké, waar gaan we naartoe? Nou, hier even zitten toch? Ja. Is een mooi plekje. Met uitzicht op de zee. Vers van de pers. Heerlijk. Wij zijn inmiddels weer terug in de caravan. Nelly is begonnen met de maaltijd. Wij eten vanavond wraps met runder gehakt. Een gerecht van HelloFresh. Dat hebben we meegenomen uit huis. En het is dus fajitas met runder gehakt. Met avocado dip en tomatensalsa. Lekker hoor. Maar er gaat dus een ui doorheen. Een rode ui. Tomaat. Paprika. En witte kaas. En avocado dip gaat erop. Op zich best wel een makkelijke maaltijd voor in de caravan. Nou, ik ga even iets moois laten zien. Want dat mogen jullie eigenlijk niet missen. Vind ik. Tada! The sky is on fire. Zo mooi dit. De lucht wordt gewoon helemaal rood. Echt heel mooi. Oké. Het resultaat. Avocado dip. Dus de groene natuurlijk. En tomatensalsa. Dat hebben we er net eventjes op gedaan. En nu is het alleen nog een kwestie van... Ik ga met mijn handen eten. Dubbel vouwen. Jij ook? Ja. En voilà. Kunnen we beginnen. Bon appetit. Eet smakelijk. We zijn er klaar voor. Oké, dit is het afwasgedeelte. Ja, op zich prima toch, dit. Ik heb wel één minpuntje. En dat is dit. Wil jij ook nog je mening hierover geven of niet? De naam die steeds uitgaat, ik heb er echt een hekel aan. Nou ja, ik snap dat je er een timer op zet, maar dit... Ja, dit gaat wel heel snel. Nou ja, je hebt wel een lekker verwaaid kapsel zie ik. Nee, je zit helemaal naar voren toe. Als mijn toepet. Toepet? Dit is de situatie.
Dit. Ik was er ook een beetje gek van, want dat is een dekbed, dat klik je aan mijn kamer. Die klikkertjes die zijn zo weer los. Dus als je je omdraait, dan hoor je ploep, dan zijn ze weer los. Dus dan krijg je bobbels in de midden of bobbels op plekken waar je ze niet wil. En Ali is nu in die hoes gekropen en die gaat al die klikkertjes dichtmaken. Ja, maar weet je wat nou geval is? Wat is dit? Een plankje. Oh, zit ik op die plank? Ja. Weet je wat nou geval is? Kijk, dit zit... Nou ja, je draait om en die klikkers ja. Zijn weer los. Maar ik stik. Ze stikt. Nou, wat is het geval? Nou, kijk, die knoopjes zitten nu aan elkaar. Die hebben aan elkaar geklikt. Er waren er twee los. Ja. Maar. Als je nu aan gaat trekken. Dan gaan ze weer los. Daar, dan gaan ze weer los. Ja. Nou ja, wij zijn nog wel even druk. Ik kan niet meer. Ik wil weer gaan met bobbels, zonder bobbels. Kuismoeheid. Ik heb kuismoeheid. Ik moet liggen nu. Nou, okay. Mensen, wij gaan de vlog afsluiten. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende vlog. Die kan sneller. En tot de volgende vlog. Doei.